Af en toe gebruik ik mijn kanalen ook gewoon voor hele leuke dingen. Ik denk dat heel veel wat ik doe, dat dat heel leuk is. Maar af en toe gebruik ik de kanalen gewoon voor iets waar ik enorm vol van ben. En dat is nu ook. Want soms, ja, dan is hetgeen wat ik organiseer wel leuk, maar zijn de onderwerpen bijvoorbeeld best wel zwaar. Maar soms zijn het gewoon ook echt puur alleen maar leuke dingen. Nou, bijvoorbeeld vandaag kregen wij, en heb ik het over José en mezelf, kregen wij het bericht dat het meisje van Lautro, het boek wat wij samen hebben geschreven, de literaire thriller, dat er nu gewoon heel snel aankomt. We weten natuurlijk dat die 28 juni is de officiële datum dat het boek uitkomt en dat die in alle boekwinkels, in bibliotheken, via de grote online winkels, dat het daar te bestellen is. Grote online winkels waar ik niet per se altijd een enorme fan van ben. Maar zoals ik wel vaker heb gezegd, als die kanalen er zijn, dan moet je je zo'n kanaal ook niet laten afnemen. Dan kun je dat ook gebruiken als spreekbuis voor bijvoorbeeld, zoals nu, Het Meisje van Lautrow. Ja, wat ons betreft natuurlijk een bijzonder boek, omdat wij dat hebben geschreven. Maar ook omdat, ja, er zijn maar een paar mensen die hebben meegelezen, maar dat mensen gewoon enthousiast zijn over het boek. Maar in ieder geval het boek waarin gewoon beschreven staat wat er nu op dit moment in de wereld gebeurt. En sommige mensen zitten al heel lang te wachten op een aantal dingen die moeten gaan plaatsvinden. En ja, het mooie van zo'n boek is, in zo'n verhaal, is dat je daar alles kunt laten gebeuren wat je maar wilt. Dus bijvoorbeeld, een tipje van de sluier, die massa-arrestaties waar we met z'n allen al lang op zitten te wachten, dat komt in dat boek gewoon voor. En sommige mensen weten dat. Ik heb soms een vooruitziende blik, dat ik soms dingen zie of droom, en dat het nog eens een keertje uitkomt ook. Nou, ook dat in dit geval het zo zal zijn, dat zien we wel. Maar hoe mooi is het gewoon dat nu al heel snel en echt enorm snel, namelijk volgende week al, hebben wij zelf, José en ik, ons boek Het Meisje van Lautrow gewoon fysiek in onze handen. 28 juni is dus de datum dat het boek officieel uitkomt. 2 weken daarvoor, dat is 14 juni, dan is er al een pre-order periode voor de mensen die dat boek gewoon, ja, snel willen lezen. En dat zijn natuurlijk al onze vrienden, kennissen, familie, dat soort mensen, die wij natuurlijk al heel lang bestoken met het feit dat we een boek aan het schrijven zijn. Soms laten we een beetje doorschemeren wat daarin gebeurt. En mensen zijn geïnteresseerd en mensen zijn benieuwd en mensen zijn enthousiast. Dus dat is vanaf de 14e juni kunnen die mensen, als ze zich inschrijven voor die pre-order periode, kunnen ze het boek ook al fysiek in onze handen hebben, in hun handen hebben, maar wij hebben het nog een week eerder in onze handen. En dat betekent dat gewoon volgende week hebben José en ik dat boek al fysiek in onze handen. Dan is het boek er dus. En ja, dat is, nou, dat wil ik even met jullie delen, want dat is wel een moment. Hè? Een moment dat je een creatief proces, ook nog eens een keer op een enorm leuke manier met voor mij een enorm dierbare vriendin, dat we dat proces, dat creatieve proces zo samen mogen doen. En nou ja, dat daarna het zo snel is gegaan dat er een uitgever geïnteresseerd is, dat we vrijwel meteen een contract hebben gekregen. En dat nu ook nog eens een keer, hè, na alle correctiewerken en al het nakijkwerk en het alle regelwerk wat eraan vastzit, nu dus voor mijn gevoel binnen no time dat boek gewoon echt fysiek te bestellen is. En te krijgen is en in je handen te houden is. En wat ik nou leuk zou vinden, en ja, dan gebruik ik mijn kanaal toch ook voor een beetje hulp. En het is hulp wat niks kost. Je hoeft er niks voor te betalen. Het is ook hulp wat niet veel moeite kost. Maar als je nou toevallig in een stad bent of in een dorp bent en je komt langs een boekwinkel. Kijk, dat het te bestellen is via ook alle grote online kanalen, dat is mooi. Maar het zou nog veel mooier zijn als je die boekwinkel instapt en gewoon aan de medewerkers vraagt: hebben jullie het debuutboek al van José Robertus? Want dat is het synoniem waar José en ik Robertus onder schrijven. We heten dus José Robertus. Maar als je die boekwinkels binnengaat of de bibliotheek binnengaat en vraagt: hebben jullie het boek van José Robertus, Het Meisje van Lautrow? Want nogmaals, hoe mooi zou het zijn als, ja,
De situatie waar wij met z'n allen momenteel middenin zitten en wat sommige mensen zien, maar sommige mensen niet zien. Hoe mooi zou het zijn als heel Nederland met dat verhaal, met die feit gewoon in aanraking kan komen, maar dan verwoord in een literaire thriller. Ja, het zou voor mij ik wou zeggen de kroon op het werk zijn, maar dat ga ik niet zeggen, de kroon. Nee, het zou voor mij een enorme eer zijn. Als wij mogen bijdragen aan het bekendmaken van de situatie waar wij met z'n allen in zitten, door middel van ons boek. Nou, ik zou het mooi vinden. Ik denk dat dat eigenlijk pas kan vanaf, zeg maar, 14 juni. Want dan start de uitgever die pre-orderperiode en dan zijn alle boekhandels en alle bibliotheken, dan is iedereen geïnformeerd, dan kunnen ze het ook vinden. Dus als dan mensen naar binnen lopen en vragen naar het meisje van Louter van José Robertus, nou dan gaat het wel gonzen in Nederland en hopelijk draagt dat ook weer bij aan de bewustwording van alles en nog wat. Maar in ieder geval hopen we natuurlijk ook dat het bijdraagt aan de spanning en het plezier met name, wat dat ook allemaal kan opleveren. Nou, dat vind ik mooi om te vertellen. Misschien het laatste hierover vind ik ook nog mooi om te vertellen, dat José en ik zelf samen ook nog wel een video gaan maken en misschien dat we dan zelfs al één of een paar pagina's uit het boek kunnen voorlezen, zodat je een beetje een beeld hebt van de sfeer in het boek, dat je in ieder geval herkent van oké, waar gaat het boek dus over? Nou ja, interessant, dat hopen we dan tenminste. Dus we gaan samen ook nog wel een video maken. Nou, je merkt het, ik ben een beetje hyper de pieper, dus ik hou het kort, want anders dan hou je het niet vol. Die energie die ik nu door mijn lijf voel stromen. Aanstaande vrijdag is dus om 7 uur 's avonds, is er genoeg is genoeg. Nou, daar ontmoet ik ook alweer heel graag heel veel mensen. Maar tot zover. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot snel bij een van de andere activiteiten van Inspiratiekanaal Robertus.